the night. The minute I was thinking. Dank u wel allemaal voor een bijzonder boeiende middag. Ik heb, mocht het zien, heel veel genoteerd deze middag. Uw verlanglijstjes voor de politiek heb ik opgeschreven. Behalve natuurlijk, ik heb van meester Van Muissen begrepen dat hij daar vooral achterpoortjes in heeft gevonden. Dus dat het eigenlijk nog wel allemaal meevalt als je het op de keper beschouwt. Nee. Ik denk, Vlaanderen is inderdaad een ongelooflijk dichtbevolkte regio, een ongelooflijk versnipperde regio ook. En de komende decennia, we hebben het gehad over de demografische evolutie, over de gezinsverdunning. Ik ga die cijfers niet allemaal opnieuw, citeren. Maar dat legt inderdaad bijkomende druk op onze woningmarkt. De bouwshift die we ook willen waarmaken, die legt druk op, ook op de betaalbaarheid van woningen, omdat we natuurlijk heel wat juridisch aanbod aan bouwgronden eigenlijk willen schrappen in de toekomst, waardoor de schaarste van die bouwgrond omhoog gaat. En eigenlijk, als je die statistieken bekijkt, dan lijkt het alsof... daar zitten heel veel evoluties en tendensen in, maar natuurlijk is wel of niet trouwen en wel of niet kinderen krijgen, niet de basis van het probleem. Het is eigenlijk de flexibiliteit die we tegenwoordig in ons leven inbouwen. Het is aan een relatie beginnen, kinderen krijgen, dan even, zoals ik op dit moment, even alleen gaan wonen met de kinderen, om daarna weer terug, wie weet, met iemand anders te gaan samenwonen en dan heel veel kinderen in dat huis te hebben, waardoor je ook heel veel slaapkamers nodig hebt. En het is die flexibiliteit waar we het vandaag over gehad hebben en waar het concept dat hier is voorgesteld inderdaad een ongelooflijk interessant middel in wordt later. Als die kinderen dan allemaal weer het huis uit zijn, moet je inderdaad weer krimpen. En dan komen de zorgnoden daarbij. Ik hoorde hier in het laatste panel, je moet daarvoor ook rekenen op de kracht van mensen zelf. Je moet ze niet altijd overtuigen, wie heeft het gezegd? Je moet ze niet altijd overtuigen van een goed idee. Je moet ook geloven in hun kracht. En het is die kracht eigenlijk die al enkele jaren druk legt op beleidsmakers. Want er duiken steeds meer alternatieve woonvormen op. Denk aan tiny houses, is een van die dingen. Je hebt woningdelen, je hebt het hamsterhuren, daar is het ook over gegaan. Je hebt collectief wonen, je hebt reeds langer ingeburgerd, de kangaroo woningen. En nu dus ook de modulaire woning. En dat zijn dingen die van onderuit zijn gekomen, die van de mensen zelf zijn gekomen, die ook in wetgeving problemen kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld in Rillaar is er zo een collectief geweest van senioren die zich daar verzameld hadden omdat ze niet samen naar het rusthuis wilden, die dan geconfronteerd werden met de regels die te maken hebben met bijvoorbeeld samenwonen, die hun pensioen opeens zagen verminderd worden, omdat die allemaal samengeteld worden. Dus je hebt daar ongelooflijk veel wetgevingen ook die aan elkaar hangen. Maar al die maatschappelijke noden die vergen inderdaad heel veel creativiteit en innovatie van ontwerpers, van onderzoekers, van bouwheren, maar ook van beleidsmakers. Want onze wetgeving gaat, ook al vaak gevallen vandaag, nog heel vaak uit van het traditionele gezin. Als je kijkt naar de Codex Ruimtelijke Ordening, die is inderdaad erg stringent. Dat is ook bedoeld om de woonkwaliteit voor mensen te bewaken. Dat was ook het antwoord op de ruimtelijke wanorde van destijds. We vloeken nu wel op die verkavelingen, maar dat was eigenlijk het antwoord op de lintbebouwing. Dus dat was eigenlijk al een stap vooruit. En Kurt, ik hoorde nu praten over Dubai trouwens. Ik ben ook toevallig geweest, maar niet met Unizo. Dat is een reguliere zone, dat is waar. Dat leidt ertoe dat iedereen heel hoog bouwt, heel groot bouwt. En goede ruimtelijke ordening vond ik dat nu toch ook weer niet. Dus we zullen toch ook vanuit beleid iets of wat regels moeten maken om dat in goede banen te leiden. Maar ja, al die goede bedoelingen van destijds staan vandaag ook wel de maatschappelijke uitdagingen wat in de weg, doordat die regelgeving vrij,
vrij stringent is. En een van die voorbeelden, meester Van Muizen heeft daarnaar verwezen, is het nieuwe decreet over de zorgunits bijvoorbeeld. Dat is een heel specifiek decreet waar we een heel specifiek probleem mee oplossen. Maar natuurlijk heb je nood aan een bredere herziening van onze regelgeving en meer flexibiliteit waar de samenleving inderdaad om vraagt. Het ging over de regels voor het opsplitsen van woningen. Het gaat over de verkavelingsregels inderdaad. Hè. Als je een derde unit bijvoorbeeld wilt bijbouwen, zit je met je bouwhoogte in het gedrang. Je hebt ook nog heel veel gemeentelijke overheden die eigenlijk geen voorstander zijn van appartementsgebouwen in hun dorpskernen. Dus daar zit je ook alweer met dat probleem dat je zegt, ja, je mag hier wel een modulair bouwen op 2 verdiepen, maar als je daar dan ooit een appartement van wilt maken, wat dan in de lijn zou moeten liggen van wat je ermee mag doen, dan hebben we dat eigenlijk niet zo graag. Dus dan moet je opnieuw die omgevingsvergunning aanvragen. Dan kom je niet aan je vergunning. Dus mag je dat dan verhuren, krijg je daar een huisnummer op om het te verhuren. En als je naar een derde verdieping zou mogen, moeten we dan ook praten over planbaten op je perceel. Dus er hangt aan elke nieuwe innovatie ook heel veel andere wetgevingen vast. Het is niet alleen de ruimtelijke ordening. Je zit ook in de fiscaliteit. Hè. Je KI zal moeten mee evalueren per verdieping dat je erop zet, bijvoorbeeld, of er terug van afhaalt. Het sociaal statuut van mensen die samenleven doe je bijvoorbeeld ook in sociale huisvesting. Laat je daartoe dat mensen zich als een soort zorgunit samenzetten, maar komen die dan niet boven een drempelbedrag om te mogen wonen in een sociale woning? Enzovoort en zo verder. Ik ben eigenlijk gewoon aan het verantwoorden waarom we die wetgeving nog niet allemaal hebben aangepast. om maar aan te tonen dat we eigenlijk wel al lang bewust zijn en eigenlijk ook al lang bezig zijn met naar dergelijke wetgevingen te kijken. Bijvoorbeeld het concept van het meegroeiwonen. Het is hier al genoemd. Hè. Dat is, als ik me niet vergis, en hij heeft het mijzelf gezegd, dus ik heb, vergis mij niet, 2007 onder Marino Keulen opgestart. Maar recenter heeft het Vlaams parlement ook een resolutie over nieuwe woonvormen goedgekeurd. Er zijn proefprojecten rond experimentele woonvormen die in 2017 zijn uitgeschreven, maar waar toegegeven weinig aandacht is voor kleinschalige en individuele woningen. Het gaat dan eerder een focus op zorgwoningen. En die suggestie heb ik alvast meegenomen wel om ook daar in een soort van experimentenzone en experimenten te kijken naar dit soort van woonvormen. Maar ik denk dat het traject dat minister Diependalen vandaag opgestart is, namelijk een onderzoek naar al die bestaande regelgeving, het in kaart brengen van al die knelpunten om te komen tot 1 globaal plan om die alternatieve woonvormen van een juist passend juridisch kader te voorzien, met de flexibiliteit voor die nieuwe initiatieven en ook een ruimte voor alle tendensen die we vandaag nog niet kennen in onze samenleving, die er ooit ook nog gaan komen, om een wet en tot een wettelijk kader te komen dat die tendensen aan kan. Dat is eigenlijk de grote droom, dat we een soort kader kunnen creëren dat aan die samenleving de vrijheid biedt om zichzelf te organiseren, ook op vlak van ruimtelijke ordening. Dus ik zou zeggen, minder specifieke wetten, maar wel betere algemene kaders om te zorgen dat we de maatschappelijke evoluties kunnen opvangen. En dat meneer Van Muizen mag stoppen met achterpoortjes te zoeken. Ik hoop dat uw business niet te veel in het gevaar brengt, maar het is alleszins een ambitie. De minister gaat ermee klaar zijn in 2024. Ik hoop wel dat we daar aan die timing nog wat kunnen rekken, want dat is natuurlijk nog wel een paar jaar. En ik heb hier gehoord dat er een politieke sense of urgency nodig is, dus ik zal hem dat zeker gaan vertellen, dat iets rapper mag. Mijn conclusie van vandaag was, we leven in heel boeiende tijden. De samenleving is heel boeiend en we moeten daar ook als ontwerpers, als architecten, als ruimtelijke planners, aannemers, maar ook beleidsmakers in meegaan, antwoorden opbieden. En de Vlaming zelf ook
mee overtuigen van die mindshift die toch nog nodig is. Niet alleen bij ons, maar ook bij veel mensen zelf. En die stijgende bouwprijzen, en in het laatste panel heeft iemand gezegd, ja, ik kan zeggen aan de Vlamingen, maar blijven vasthouden aan dat ideaal. De stijgende bouwprijzen gaan waarschijnlijk, of de stijgende woningprijzen gaan waarschijnlijk ook wel zorgen dat mensen verplicht worden hun mind te shiften op vlak van hoe ze wonen en waar ze wonen. Het is gewoon een consequentie die waarschijnlijk wel zal komen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen gaan kunnen. The Coalition of the Willing, heeft iemand gezegd. Stefanie was het, maar die is vertrokken. The Coalition of the Willing, die zal dat kunnen, want de Vlaming die verdient zijn woning, zijn flexibele woning. En het is onze taak om dat mogelijk te maken. En ik wens u te bedanken voor een heel interessante, een heel boeiende, een heel verrijkende namiddag. En ik kijk heel hard uit naar de begrafenis. Dank u wel.